Goedenavond en welkom bij Reportage. Vanavond bekentenissen van een zedendelinquent. In deze documentaire gaan we naar de Amerikaanse staat Kansas, waar zich de Sexual Predators Unit bevindt. In deze speciale instelling leren zedendelinquenten hoe ze met hun seksuele driften om moeten gaan. Een van de gevangenen in deze instelling is Steve Robbins, een seksverslaafde verkrachter die geen grenzen kent. Hij heeft een beangstigende lijst. Hij maakte 70 slachtoffers. Steve Robbins is zo geobsedeerd door seks en zelfbevrediging dat zelfs dieren niet veilig waren voor hem. Net als Steve hebben veel zedendelinquenten op het moment dat ze in deze instelling belanden geen enkel mededogen met hun slachtoffers. En daar proberen ze in Kansas wat aan te doen.